Wat maakt jou het meest woedend? Wat mij het meest woedend maakt is dat we alleen maar bezig zijn met geopolitiek. Dat we bezig zijn wie doet wat. En dat de humaniteit in ons even op pauze is gezet. Dat we het niet hebben over de slachtoffers, over kinderen die op stoepen slapen. We hebben het niet over kinderen die honger hebben, baby's die geen melk hebben. Wij hebben het alleen maar over wie valt wie aan en wie heeft wel of geen gelijk. We zijn gewoon de humaniteit, zijn we niet alleen maar, hebben we niet alleen op stilgezet, maar die zijn we gewoon, die hebben we ook begraven met de andere slachtoffers. En ja, als ik deze situatie moet beschrijven, dan kan ik dat alleen zeggen door dat wij onze humaniteit, en dan heb ik het over de hele wereld, want niemand spreekt zich uit. Het gaat al een jaar in Gaza en nu hier. En niemand zegt iets of doet iets. Dus voor mij is humaniteit begraven met de slachtoffers. Zullen we even naar de man die misschien wel weet wat een... ik sprak je voor de uitzending ook al. Ik kan uren met jou hierover praten. Omdat je natuurlijk zoekt naar wat is nou een oplossing. En in het geval van als het gaat over het binnenvallen en het bombarderen van Libanon, dan wordt er door de Libanezen natuurlijk gedacht, hoe kan dit gestopt worden, ook als Amerika zich direct weer achter Israël schuilt en dit misschien ook weer gezien wordt als een verdedigingsactie. Is er hoop te bieden aan de inwoners van Libanon? Nou, dat hangt er vanaf in hoeverre dat conflict gaat escaleren. Ik bedoel, ja, dat is het antwoord. Kijk, wat Israël kennelijk nu wil doen, is het inrichten van een bufferzone. Daar is ook juridisch wat voor te zeggen, omdat er een resolutie is, 1701 van de VN, die zegt dat Hezbollah daar niet mag zitten in het zuiden van Libanon, ten zuiden van de Litani-rivier. Ja, dat is sinds 2006, hè? Toen is dat besloten. Sinds 2006, dat is al bijna 20 jaar. Ja, en de strijders van Hezbollah die denken natuurlijk, dat is ons landgebied en wie zegt dat? En we willen nog wel meer land terug, wat ooit van ons was, als je verder teruggaat in de tijd. Tuurlijk, ja. Er staan twee onverzoenlijke kampen tegenover elkaar, waarvan Israël zei, Joris, we hebben een land gekregen, dat is door volkenrechtelijk is dat afgetimmerd. En de Palestijnen zeggen, we zijn van ons land verdreven. Ja, dat is onverzoenlijk. Ik zou niet weten hoe je eruit moet komen. Nee, maar zoals ook het nu gaat, is het echt onverzoenlijk. Want nu staat er een Israëlische regering die niet stopt en niet gestopt wordt door Amerika. Nee, dat is natuurlijk ook zo. Dat is het verschrikkelijke van dit conflict. En het hangt er gewoon vanaf wat er nou gaat gebeuren. Ja. Ik bedoel, als die bufferzone wordt ingericht en daar stopt het mee, wat volgens mij niet zo is, want Hezbollah zal gewoon door blijven gaan, dan hangt het er maar van af hoe beide partijen zich toch enigszins in de hand weten te houden om de zaak niet helemaal uit de hand te laten lopen. Sommige conflicten, daar is gewoon geen oplossing voor. En op dit ogenblik zie ik dat ook niet goed gebeuren. Je kan duiden wat er gebeurt, je kunt de scenario schetsen, maar er is geen enkele partij in de wereld, en dat is natuurlijk jouw probleem ook, de Amerikanen kunnen geen deuk in de pakje boter slaan. Mm-hmm. De Chinezen willen niks, de Russen willen niks. Maar toch, want over de Europeanen wordt natuurlijk ook gezegd, kunnen wij nou? Ik bedoel, we hebben geen leger meer in Europa. We hebben economische macht. Je kunt zeggen van, sancties. Nou, die werken nooit in dit soort gevallen. Je kunt zeggen, schorten we alle handelsverdragen op die we hebben met Israël. Dat heeft ook geen zin. Waarom heeft dat geen zin eigenlijk? Nou, omdat op dit ogenblik er een hoger doel is. En dat is namelijk de beveiliging van Israël. En daar moet voor gevochten worden. En de andere partijen, die zeggen van, wij worden aangepakt. Dus wij moeten daar wat tegen doen. Ja, wat ik ook zo schrijnend vind, hè, want ik zie jou natuurlijk en ik denk, daar gaan ze weer. Daar gaat het weer in Libanon. Ja, natuurlijk hartverscheurend wat daar gebeurt. Hetzelfde geldt voor Israël. Want de bewoners van Israël die zaten vandaag weer in de schuilkelders, want er kwamen raketten vanaf Iran. Er is geen bevolking bij gebaat dat dit op deze manier doorgaat. Nee, ik bedoel, wat er natuurlijk op 7 oktober is gebeurd vorig jaar, of wanneer was dat? Ja, is natuurlijk verschrikkelijk wat er is gebeurd. Dat kon ook niet. Dan vervolgens gaat Israël erop reageren en gaat over de top volgens veel mensen. Hetzelfde scenario kan zich nu ook weer voordoen. Hè? Dus dat Israël reageert. Daar is een juridische basis, denk ik, ook wel voor om dit te doen. Dat ligt makkelijker nog dan met Gaza. Maar ook nu weer kan je over de top gaan. Ja, en dan ontstaat er onbeschrijfelijk humanitair leed. Er wordt ook wel eens gekeken naar dit conflict als meten met twee maten. Hè? Dus dat het bij de ene partij is van, juridisch gezien zou dit kunnen, of dit valt nog onder zelfverdediging. En aan de andere kant wordt er gekeken naar een terroristische aanslag. Ja.
Nou ja, is dat een probleem? Voor de een is wat een terrorist voor de een is een vrijheidsstrijder voor de ander. Dat is natuurlijk het hele grote probleem. Ja. Dus, ook een probleem dat het conflict niet oplost als je niet met dezelfde termen spreekt? Ja, zeker. Want vrijheidsstrijders zullen doorgaan tot het bittere eind. En dat geldt voor Hamas. Dat hele ideologische gedachtegoed dat kan niet worden vernietigd. Datzelfde geldt voor Hezbollah. Datzelfde geldt voor de strijders, met name de Syrische strijders in Irak, in Syrië. Nee, natuurlijk niet. Dat is onverzoenlijk. Ik zou niet weten hoe je hier op dit ogenblik uit moet komen op een behoorlijke manier. Ik wil alleen daar iets over zeggen. Mm-hmm. We zijn natuurlijk nu ook een generatie. Dus de kinderen waarvan hun vader nu is overleden door de bombardementen of door de oorlog. Je bent steeds generaties met haat aan het opvoeden. Mm. En dat is natuurlijk niet wat je wil. Want dan blijft het conflict maar doorgaan. Ja. Op de een of andere manier moet er een oplossing komen. Maar als die zo makkelijk was geweest, was het natuurlijk 75 jaar geleden gebeurd. Dat is waar. En dat is niet gebeurd. Maar we moeten wel echt opletten met wat voor generaties wij nu aan het achterlaten zijn. Die dit conflict met zich meedragen van kleins af aan.